Hallo en welkom bij weer Koken met Rodi. En de vorige keer ging het best wel goed. Hij heeft het 51 keer bekeken. Volgens mij valt mijn telefoon bijna. Of niet? Is hij op weg naar vallen? Oh, de baas komt eraan. Ja, de vorige keer ging het dus best wel goed. En ik heb nu een cameravrouw bij me. Dus die gaat voor me filmen. Dus ik hoef het niet meer zo stom vanaf elke afstand andere dingen te doen. Maar we gaan spekkoek maken. Tijd is 2,5 uur bij Heel Holland Bakt. Heel Holland Bakt deden ze 4 uur erover. Dus ik doe het in anderhalf. We moeten de oven voorverwarmen op 180 graden en een springvorm. Ja, een springvorm. Wat is een springvorm? Oké. Dus mijn pa die zegt dat het ergens in de kast te liggen. Dus we moeten een springvorm vinden. De oven moet op 180 graden. Moet hij dan boven en onder? Ik weet niet, hè. Gewoon boven onder doen. Ja? Ja. Boven onder. 180. Dat is 180, dit. Zie je? 180. Je bent er goed in, hè? Oh, dat is geweldig. Ik heb een geweldige camera. 180 graden. En iets van 22 centimeter. En jij mag raden wat dat is. Oké. Zal ik gewoon nog een keer zeggen wat ik net zei? Want jij was nog niet klaar met filmen. En ik ging gewoon automatisch in mijn stand, weet je wel. Een springvorm, dat is deze. We moeten dus. Op. En deze. Springvorm. We hebben hem bekleed. Klopt de boter glad en luchtig? Hè? Alleen boter kloppen. Dat is gek, hè? Klop vervolgens de eierdooier samen met de boter. Voeg de suiker in gedeelte 2 eetlepels per keer toe. Komma. Mix goed na iedere toevoeging. Het totale mixen duurt minstens 10 minuten. Dus we moeten eerst boter mixen met niks. Nee, kloppen. We moeten de boter kloppen, niet mixen. Kloppen, dat is wat anders. En daarna moet ik eierdooiers. Allemaal. Allemaal. Dus 10 eierdooiers in de. Niet hierin kloppen, maar gewoon in een tandending. Dus die moeten we eerst pakken. Daar gaan we kloppen, daar gaan we mixen. En 2 eetlepels elke keer. Er gaat best wel veel boter in. Dus het is de 1. Ik ben niet goed. Oké, 1 boter. 2 roomboters moeten erin. En daarna moeten we eieren. Zeg maar dat je de eierdooier en de gewone eieren. Zeg maar de wit ding van de ei. Van het ei. Het ei. Van het ei. Moet je dus uit elkaar halen. Daar ben ik fucking goed in. Dus dan, dat ga je zo zien. De boter. De boter zit in de pan. Dat is smerig, hè? Dat was niet. Ik ben gewoon vrolijk. Ik ken koken, ik vind het leuk. Kut! Ik heb het niet. Oh, jawel. Eén grote tering. Wat hebben we nodig? We hebben. Deze. Nodig. En we hebben een tering. Yes, hiermee gaan we de boter glad en. Wat zei je nog meer? Glad en luchtig. Dus dat gaan we nu doen. Glad en luchtig. Boter met niks. Boter. Boter met niks. Is het glad en luchtig? Glad en luchtig. Glad en luchtig. Mooi. Dit is glad en luchtig. Dan gaan we nu. Mijn specialiteit is het ei scheiden van de. Wit. Dan heb je eiwitten en nu heb je alleen ei en wit. Dus, dit ga ik even hierin doen. Voilà. 10 eieren. 10 eieren. Tada, ei. Le ei. Dat is ei in het Frans. Dat is die, hè? We gaan kijken. Ik heb nog 10 eieren, dus als het niet goed gaat, dan gaat het niet goed. Voor mij doen ze dat in een restaurant. Oh fuck. Of in een ding doen ze dat altijd zo. En dan overgooien. En dan weer terug of zo.
Hoe, oh fuck. Gadver. Ja, dit is fijn. Yeah. Dit kan, moet toch, oh, de oven is voorverwarmd. Oh! Nou ja, dit vind ik best hoor. En dit haal ik er wel even uit. Hetsie, ketsie. Zo. Dat 10 keer! Holy fuck. Oké. Klop vervolgens de eiertooiers samen met de boter. Geef mij een automatisch handdoekje die nu vast zit. Dit had heel mooi kunnen zijn. Hè? Dat je hem gewoon in. Nee, gooi. Je moet hem gooien dat het in beeld komt en dat. Dankjewel. Dit zie je. En dan gooi ik hem weer terug en dan. Dus dit. 2 eetlepels. Nee, dat is wat anders. Klopt de eidooiers? Oké, okay, dus dat gaat alles hierin. Klopt het samen met de boter? Voeg de suiker in gedeelte toe. 2 eetlepels per keer. En we moeten 500 gram of zo? Dan moeten we 500 gram suiker. Dus, we gaan dit doen. Kijk, nu hebben we het gemixt. Of zo. 2 eetlepels per keer. Dus 1, 2. Dit moeten we binnen 10 minuten opkrijgen. Zeg maar in de bak. Er staat nog aan. Nog een keer 2. En dan als we klaar zijn, dan komen we wel weer terug bij je. Oh hey, ik had je niet gezien. Ik ben ongeveer 8 minuten aan het dingetje. Er zit 500 gram boter in en 500 gram suiker. Dit is gewoon super troef. Dit is niet goed voor je tanden en voor je alvleesklier. Dus klaar. Zo ziet het eruit. Is het lekker? No. Niet echt. Oké, okay. Nu gaan we dus het eiwit. Dit. Gaan we. Wat mag ik? Oké, eiwit gaan we in deze kom doen. Als het trap op een eenhoorn. En dan heb ik een spatel nodig. Die komt nu uit de lucht vallen. Hutsie kutsie. Dat bedoel ik, spatel. Heb je nog niet nodig. Laat maar. Dus we gaan dit tot stijve witte pieken. Husselen. Roeren. Kloppen. Kloppen. Staat er ook op. Dus dat gaan we. Moet je hard kloppen? Zie je, dat lijkt het net alsof ik het heb gedaan. Dat ik dit allemaal in eentje heb oplopen stijven. Is niet zo, maar mijn toon. Kijk, wat het ding is dus dat je moet hebben, is dat die, als je dit doet, dat die dan zeg maar omhoog blijft staan, zeg maar. Vandaar het stijven, zeg maar. Snap je? Dus dit gaan we langzaam en met heel veel liefde door de boter heen spatelen. Ja, je moet dus een scheppie en dan van binnen, wat, nee, niet 3 scheppen. Jawel. Nee, 3 eetlepels bloem. En dit moeten we gewoon langzaam er doorheen, zeg maar, spatelen. Dus dat je met liefde er doorheen spatelt, als het lukt. Ik had dus vroeger kippen. En ik ben overgegaan op vrouwen. maar het spreekwoord blijft hetzelfde. Vrouwen. Hè? Je kan beter kippen houden. Terwijl ik met mijn andere handen dit heb gedaan, bij elkaar heb gemixt, heb ik zelf de bloem in dit bakje gedaan. 275, ik heb ongeluk 300, dus een beetje plus minus. Je moet dus 3 eetlepels per keer. Hierdoor. Is dit ook. Is dit te veel? Dit? Door de. Het beslag doen. En dan weer roeren. En daarna zeggen ze. Schep de helft van het beslag in een andere kom. Zeef de specerijen boven de kom en spatel ze in het beslag. Welke. Oh, deze. We hebben dus ook nog
kardemom gehaald. Dat moet erin. Kaneel ook. Kaneel. Kruidnagel. De dragon is voor wat anders, want we gaan ook nog Caesar salad met citroenkip eten. En wat moest er nog meer in? Wat hadden we? Nootmuskaat. Nootmuskaat. Dat is komijn. Cheeseburger. Wat goed, hè? Nootmuskaat. Nootmuskaat hebben. Nootmuskaat. Dus dat zijn de specerijen die erin moeten. En trouwens, even tussen haken, kardemom, of zoals Nederlanders dit zouden zeggen, kardemom, ruikt naar, je weet toch wel, als je je neus verstopt hebt, dan moet je zo'n ding in je neus en moet je inhaleren, totdat je neus weer loskomt. Neusspray. Ja, een soort neusspray, alleen dan in zo'n stick. Dit ruikt daarnaar. Dat is echt niet te doen. Dus het ruikt niet lekker, waarschijnlijk is het ook niet goed voor je, maar het moet wel in je ding. Hallo, daar zijn we weer. Deze heb ik al gemaakt en daar kan ik hier nog een keer doen. Oké, maar we hebben nog een kom. Dit is kom nummer 3. We moeten de helft van dit, wat overigens nu best wel lekker is. Dit is best wel goed te eten. Ik weet niet of dat mag. Ja. Een echte, je hoeft niet zo vies te kijken. Een echte kok moet weten wat hij maakt, toch? Dus je moet af te proeven. En aangezien ik nu een echte kok ben en geen hulp heb gekregen van mijn vriendin. Leier. je moet alles richting de dingen. Kijk, we doen de helft. Of nou ja, ongeveer de helft. Hè? Dat hoeft niet per se. Dit is wel de helft, denk ik. Toch? Iets meer. Iets meer. Iets meer. Minder? Dit is genoeg? Dit is genoeg. Ik heb uit betrouwbare bronnen gehoord dat dit precies de helft is. Dit heb ik allemaal zelf bedacht. Dit wordt niet in mijn oor gepluisterd. We moeten dus... Oh, hier zit wel een ding over. Dat ben dit plop. Nou ja. 5 theelepels. Dat is fucking veel. Dus ik... Oh. Theelepels. Oh, dit... dus dit is ongeveer 1 theelepel. Wacht, ik pak even een theelepel. Theelepel, theelepel, theelepel. Chef Kokkie. Dit is een theelepel. Koffielepel. Ik gebruik het voor de koffie. Dus we hebben 1... Dit duurt toch veel te fucking lang. 2. 3. Oh. 4. Omar. Omar. 5. Ik heb gehoord dat het genoeg is. Dan de kruidnagel is 2,5 man zeg maar. 2,5 liter, nee, niet liter. 2,5 theelepel. Kruidnagel, dus. Oh. Dit ziet er niet fijn uit. Dus dit is 1. Dit is 1,5. En. Dit is 2. Dan de. Nootmuskaat moet 1,5. Nootmuskaatpoeier. 1,5. Dus. Dat was 1,5, denk ik. En dan 1. Nog een klein beetje voor de leuke gesprek. Soms moet je ervan maken wat je zelf wil, hè. En kardemom poeder 1,5. Wat ik zei, dit ruikt. Best wel sterk. Ik ga hier ook niet veel te veel van doen, want ik weet niet of ik dit lekker vind. Dus dit is 1,5 ongeveer, of misschien 75. Dit gaat goed, hè? Zo, ik kan leren. Je zou rode chefkok. Dit. Ja, dus wat gaan we hiermee doen? Oh, ik heb op je telefoon geknoeid. We hebben alles in dit bakje gedaan. Het schijnt, hè, dat dit dus de gekleurde wordt. En dit wordt de witte kant van de spekkoek, omdat je het in lagen hebt. En we gaan dit een beetje zo doen. Lijkt dit goudzoeker, ik zweer het. Kijk wat er overblijft, helemaal niks. Heb je even mijn bolletjes gaan niet mee? Godskeleren. Nog 1 bolletje. Zo, weg. Wat bolletje weg? Hoe kan het nou? Oké, bolletje weg. Het schijnt dat ik dingen moet vertellen nu. Maar ik ben erachter gekomen. We moeten de bodem nog invetten met boter.
Nu is de vraag, ik weet niet of ik boter heb. Want alle boter zit in de ding. Oh, we hebben wel boter. Top. Dus, we gaan eerst die laag invetten. Want elke chefkok weet dat je een boterding moet invetten met lagen. Dus, wat gaan we doen? We vetten de laag even twee rondjes in. Dit zorgt ervoor dat die niet verbrandt. Alsjeblieft. Dus even de zijkant ook. Zo. Ja, nu heb ik dit pakje dus verpest en is die kapot. We gaan beginnen met donker. Het punt is, je moet hem, je bakt hem zeg maar laag voor laag voor laag. Dus hij gaat per laag gaat hij 4 tot 6 minuten erin of iets meer, totdat hij goudbruin is. Erin smeren of scheppen. En dan ongeveer dit, denk ik. En dat scheppen we uit tot 1. Dit is veel te weinig. De achterkant van een pa. Van een. Dit is veel te weinig. Ik kom zo bij je terug als we terug zijn. Ik wil me voor een lepel pakken. We hebben dus onze eerste laag. Dit gaan we in de oven zetten. Voor 4 à 6 minuten. Als die gauw bruin is, hij is ook bruin, maar niet. Daarna gaan we de ovenstand veranderen dat die alleen op de bovenkant komt. Want de onderkant wordt anders droog. Dus ik zet hem er nu in. Ik moet een ding erin doen, hè? Dat werkt niet, hè? Oh, kijk! Handig, zo'n ding waar je dingen op kunt zetten in de oven, zoals het hoort. Okay. Dus dit zit erin. Hij staat nu op een minuut, zoals je hier ziet. Nee, iets meer naar boven. Hey. Hier, dankjewel. Een minuut, dus ongeveer een uur, sorry. Een uur. Dus over 1 uur en 4 minuten gaan we weer hier naartoe en dan gaan we de volgende laag bakken. Ik zie jullie dan. Mama, heerlijk! Oh. Ah, het is heet! De eerste kant. Oh, je telefoon verbrandt. Dan doe ik weer dit. Hup, weg. De witte beslag. Het witte beslag. Pakken we deze. Het ziet er lekker uit. Het ruikt lekker, niet te filmen. Het is wel te filmen, maar je ruikt het niet. Dus. Een half centimeter dik. Haal de cake uit de oven. Zet de bovenste grill element aan. Schep dezelfde hoeveelheid gekregen. We hebben het verkeerd omgedaan, maar dat maakt niet uit. Dit gaan we er niet doen. Ja. Als de cakebeslag te dik lijkt te zijn om goed te kunnen uitsmeren zonder ketelaar, verdeel je de hoeveelheid met een kleine hoeveelheid, blablabla. Heb je slag, dat maakt ook de deken aan, net zoveel springvorm, bak 4 minuten om de grill. Dus, je hebt helemaal niks, ik heb het in mijn hoofd gelezen, maar ik hoop dat jullie er wat van begrepen, want dat is niet zo. Kijk hoe lekker, het schuift ook een beetje, omdat het natuurlijk boter is, smelt het. Ja, ik moet opschieten. Nog een keertje, 4 minuten. Dit ziet er goed uit. Holy shit, luchtig. Oh, het glijdt wel nog. Is dat goed? Hoe gaan we hier. Moet het even laten wachten? Nee, we moeten niet even wachten. Dus wit, we gaan nu weer de bruine kant. Op de witte kant, daar ruimen we zo op. Met welke doe ik jij? Nee, daar gaan we op. Bruine kant. Ik doe net alsof ik dit erin schep. En daarna gaan mijn vriendin het weer verdelen. Jojo. Dit gaat niet goed. Dat gaat echt goed. Mooi man. Zeg maar als je klaar bent, hè? Ben je klaar? Ja. Hoi! Okay. Dus. We zijn. Oh, het ruikt zo lekker, hè? Het is nog steeds water getrapt. Dus hij gaat er nog even wat langer in. Goed uit. Nu met een Ninja Turtles. We gaan nog een keer kijken. Het is nog steeds drappig. Er zitten wel. Het is heet ook. Dit wordt een soort van. Hoe ga je dit zeggen? Dubbel vla. Ja, want zo ziet het eruit. Ja. Het schijnt dat drie keer speesrecht is. Ik dacht altijd dat het
scheepsrecht was, maar dit is een speekscheep. Dit is niet grappig. Je had erbij moeten zeggen, net als het best wel grappig. We gaan kijken. Auw! Of het. Nou! Ja. Holy shit, het lukt! Drie keer is inderdaad een speekscheep. Ik vind het zo grappig. Oké, okay, let's go. We gaan nu weer de naturele laag overheen. Ik wil een racistische grap maken. Doe ik lekker niet. De witte. Kijk, je hebt bruine wit. Kijk, ik doe weer dit. En dan stop jij hem nu en dan ga jij hem verder. Een? Dun spekkoekje. Dun spekkoekje. Ik denk dat het best wel lekker gaat worden. Oh, dat is een elleboog en een. Oh! Ik heb dus tegen mijn vriendin gezegd dat ze snel moest draaien. Grappig, grap. Doe me helemaal niks mee. Maar ik vond het leuk dat ze naar me luisterde. Witte spekkoek. Oh, kut. Oh, trouwens, ik had mijn handdoek over mijn schouder heen, zodat ik meer op mijn kop blijf. Dus dan. Ik weet niet of dat. Ik ga er weer in. Ja? Oké, okay, we hebben dus nu. Mijn boertje. We hebben de spekkoek die nog niet goed is, want hij moet nog kijken. Ik zei toch? Hij moet nog een beetje. Oké, ik heb de spekkoek. Je vraagt je af waarom film ik nu? We gaan ook Caesar salad maken. Ik wist alleen niet dat er. Hoe heet het in moest? Dressing. Dus de basis even boos op mij dressing. Maar. De spekkoek, hij ziet er een beetje bollig uit. Ik denk dat er nog lucht in zit en dat soort dingen. Maar in principe ziet het er prima uit. Ik hoop dat het ook lekker smaakt. Maar ik moet hem nu 10 minuten laten staan. En 10 minuten laten afkoelen, zeg maar. Dus ik denk dat hij dan wat steviger wordt. Dus daar gaan we vanuit. Dus we gaan gewoon kijken hoe het lekker smaakt. Dus de spekkoek ziet er zo van bovenuit. Je kan een klein beetje zien naar die rand, maar we gaan hem nu openmaken. Je moest hem even laten rusten voordat je hem helemaal open moet krijgen. Want anders scheur je hem open of zo, weet ik veel. Nou, je ziet die rand wel een beetje, maar voor een eerste keer, en de spekkoek is best wel moeilijk, is dit best prima te doen. Dit ziet er nog best wel aardig uit. Ja, zo leuk. We gaan nu kijken hoe de binnenkant van de spekkoek eruit ziet. Ik ga hem gewoon door midden snijden, denk ik. En dan, toch gewoon zo. Mm-hmm. En dan kijken we hoe de binnenkant eruit ziet. Hij snijdt goed, dat is al één ding. Oh, dit is fijn, hè? Hiervoor hebben we gewoon 4,5 uur. We zijn 2 uur begonnen. We hadden dit ding klaar om 5:30. De bereidingswijze, niet zo. Nog een keer door het midden. De bereidingswijze is 2,5 uur. Wij hebben het in 4,5 uur gedaan. Dus dat zegt genoeg. We snijden hem gewoon zo. Iedereen die een stukje wilde, kan langskomen. Want dit gaan we niet in ons. Dat is een leugen. Dit gaan we wel in ons eentje opkrijgen. Maar dat het zou zonde zijn. Oh, damn. Hoe ga ik dit handig doen? Ik zou gewoon nog een keer. Ik zou een stukje snijden. Nee. Gewoon nog een keer zo? Ja, en dan nog een keer. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben nog steeds niet gezien wat de binnenkant is. Maar. Dan pakken we gewoon dit stukje, ja? Ja. Oké. Oppassen dat het niet breekt. Oppassen dat het niet breekt. Och! Niet of wel? Nou ja, voor een eerste keer. Hij is een beetje sompig nog. Smeuig. Smeuig, dat is het meer het woord.